Ja, het is toch een vorm van... machtswellust of zo. Een meester is hij eigenlijk in het tekenen van alledaagse situaties waar je niets aan afziet, maar waar altijd onderhuids bij de mensen van alles speelt. Ik werk, voor zover ik het kan nagaan, volkomen op mijn intuïtie. Van de eenzame klasse was hij, dat stond, je praatte over de krant, praatte je, en je praatte over privézaken enzovoort, maar je praatte niet over, ik ging niet over zijn werk praten. Peter van Straten werkt van 1958 tot 2012 voor het Parool. Dagelijks leven heten de tekeningen die hij vanaf 1988 maakt voor de krant. Met een melancholieke pen schetst van Straten relatieproblemen, overspel, huwelijkscrisis en sleur. Een droevige humor was het meestal. Dat was het juist wat het... Een melancholieke humor had hij. En dat was het mooie er eigenlijk aan. Het was altijd een glimlach die je had. Het was niet dat je in een lach uitbarstte, maar het raakte eventjes. Een prettig, lekker gevoel gaf die tekening van hem. Wat bedoel je daar nou mee met die tekening? In de tekst? Ja, ik vind het zo treurig dat die vrouw ziet dus die man aankomen. En nou ja, dat betekent dat ze gaan eten. Dat vind ik van ontzettend een diepe droefheid. Want dat gebeurt dus iedere dag. En die man moet door de regen fietsen, van zijn werk komt. Dat vind ik allemaal heel treurig. Maar lekker treurig. Er zit bij Peter van Straten iets wat typisch met het woord te maken heeft. De beeldcultuur is meer voor Zuid-Europa. Maar die woordcultuur, en dan vooral, en waar Peter heel goed in is, om al die dingen die de mensen verborgen houden, die ze eigenlijk niet zeggen, en dan door één opmerking te plaatsen onder een tekening, dat er ineens een wereld opbloeit zonder dat die manifest is. En daar is hij een kei in. Het is wel een ondeugende man was het dus. Maar ik heb dat nooit echt zo gemerkt eigenlijk met... Het was niet iemand die nou als je ging met hem eten of wat dan ook, die dan allerlei seksverhalen vertelde. Ik keek er straks achter op een paar tekeningen en die waren eigenlijk niet bedoeld om te verkopen. Dus dat hij ze toch heeft verkocht, dat is natuurlijk toch iets heel bijzonders geweest. En ook dat er zo'n enorme hoeveelheid bij elkaar is, hè? De 48, dan heb je ook echt iets. Je zou er makkelijk een kabinet vol mee kunnen hangen natuurlijk. Naast zijn dagelijkse cartoons over het menselijk tekort en over politiek, leeft van Straten zich uit in erotische tekeningen. Ze zijn van grote artistieke waarde. Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft er 48 gekocht. En dit is natuurlijk ook, ja, ik vind het ontzettend komisch. Dit is natuurlijk Schotland, hè, dus buiten Nederland. En natuurlijk allemaal netjes een kilt aan. En hij staat er zogenaamd uit te kijken naar... verschijnt het al, het monster van Loch Ness. Hè? Terwijl er ondertussen natuurlijk iets heel anders gebeurt. Een ander monster wordt daar gevat. Nee, ik teken dus vanaf 87 300 cartoons per jaar. En daarbij blijft het niet. Naast tekenaar is Peter van Straten ook schrijver. Het feuilleton Agnes verschijnt in Vrij Nederland. Het raakt een snaar. Een moderne vrouw met een morsig privéleven. Ja, Agnes, dat is toch ontzettend herkenbaar was dat. Dat waren vrouwen die topden over van alles waar je zelf ook de hele dag mee topt. Dus, en het was zelfs zo erg dat als je weer zo'n strip had gelezen, dat je de volgende dag dacht. Als je dan iets verkeers aantrok of je make-up zat verkeerd en je voelde je een beetje frommelig van de vorige nacht. Dat je echt dacht, oh, dit is echt een Agnes momentje.
Van Straten is een gerenommeerd kroegtijger. Drank speelt een grote rol in zijn leven. Alcohol verdiept zijn inzicht en dient als aanjager van zijn creativiteit. Maar dit heeft een hele mooie neus. Een hele mooie neus? Ja. Heeft een wijn een neus dan? Alternatief. Normaal Nederlands zeg je, hij ruikt lekker. Het was een ontzettend gezelligheidsdier. Hij kon lekker drinken. En ik ging ook al regelmatig ging ik met hem lunchen. En dan wordt er ook, gingen we naar Welling. En liep een keertje, toen hadden we toch flink geraakt. En we liepen langs het concertgebouw. En plotseling struikelde hij op iets. Hij valt lange bam op de grond. Ik dacht, Jezus, hij heeft alle botten in zijn lichaam gebroken. Hij krabbelde binnen 10 seconden, krabbelde hij over het, stofte zijn kleding af en liep door alsof er helemaal niks gebeurd was. Van de zomer wist ik dat het slecht ging met Peter en heb ik een hommagetekening voor hem gemaakt. En ik heb hem hier getekend, rustig in zijn eentje, aan zijn tafel, met de tekst eronder: gaan, geen denken aan. En dat is natuurlijk een beetje in het echo van Peter, die ook altijd een tekstlijntje eronder heeft. Een vogeltje wat op zijn schouder mee piept. En dan bovenin een trechter waar de werkelijkheid in verdwijnt. En die komt allemaal in zijn hoofd en dan moet via zijn pennetje weer op het papier. De krant, de pers, de actualiteit, een vogeltje erbij, een fles drank. En daar gaat ook nog een kerel, gaat daar de trechter in. Toen we ons al zorgen maakten over zijn gezondheid, toen en ik dat tekeningetje maakte, toen dacht ik, nou, hij gaat nog helemaal niet. En hij bleef ook nog een hele tijd leven. Zo taai als een klimop, zei hij.